What the fuck? Ja, oh, Magic Mike, waar ben jij? Oh! Waar is jij? Ja, Mika. Dan is het water ingereden. Ja, ik ben het water ingereden! Jongen! Kak, man! Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Jarenrace aflevering hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraski Gamer. Vandaag zit ik hier niet alleen, want ik zit hier samen met Maarten. Yo. Met Mika. Dan ik. En met Ryan. Echt? En Ryan. Ja, goed Mika. Bezig jongens. Wie is Ryan? Dus wat wij vandaag natuurlijk weer gaan doen, zoals elke keer met de Jarenrace, is we gaan... Oh, we gaan jullie randjes. Races racen die jullie hebben gemaakt door middel van Jarenrace in de titel te zetten, in de beschrijving te zetten, in de tekst te zetten of waar dan ook. Zorg ook voor dat er 30 man in kan en dan, oh my god, Mop. Werkt dit of werkt dit niet? Nee, dat werkt niet. Bij mij is het wel niet. Shit, nee, wel, het, kan natuurlijk, het kan natuurlijk ook zijn dat het er 30 man in is, hè. Maar aan het einde van de race, als we zijn gefinished, geven we de race een cijfertje. En we zullen je ook wat tips en tricks geven als je iets moet aanpassen. Oh my god, die is klopt, fucking ziek. Wat en dan? Ik heb hem weer niet. Of wat dus dan ook. Dus als je het leuk vindt, ram dan natuurlijk zo'n kaart op like. Voor de likes gaan we rijden. Ik mis weer de checkpoint, net zoals de vorige keer. Een normaal getal, hè? Een normaal ja, ja, 5000. 5000, oké. 5000 likes op zo'n kaart. Ik weer niet. Hij komt. Oh, ik haal hem ook niet. Ik ben ontploft. Ja, ik heb hem ook hebben niet. Heb jullie wel Osiris of niet? Ben ik heb een fully customized Osiris, ja. Ja, ik ook. Ja, dan weet ik niet hoe het komt. Hier. Ik weet alleen dat nu op fucking dakland. Ik kan iets proberen. Ik ga proberen gewoon rechts naast die Twitch te rijden en kijken of ik wil gewoon halen, weet je. Ik ben een cheater. Ja, je bent gewoon Mika een cheater, ja, Mika. Nee. Het cheat altijd, hè. Helemaal niet. Ja, Mika. Ja, jawel, joh. Hij moet het gewoon doen, man, op een gegeven moment, maar... Oh, ja, ik ben niet op dat moment wachten. Oh. Ik sta derde. Ik hang nu op dat ding. Ik hang nu letterlijk op die stoel. Je kan gewoon naast die buis springen op dat platform. Dus je kan hem cheaten. Easy, je rijdt gewoon als je vriend gewoon naar rechts. Maar ik denk dat als je hem gewoon normaal kan halen, dat hij sowieso wel sneller is. Maar dat denk ik zelf niet eens. Ik als op het moment dat ik dat platformpje raak, weet je wel waardoor je gaat flippen? Oh my god. Dan sta ik in één keer stil, jongen. Ik heb hem nog steeds niet. En ik wil hem niet cheaten, ik wil hem gewoon legit halen. Iemand bukt de lantaarnpaal en bijna niks meer overheen. Oh, nu heb ik hem wel! Ah, kijk, hij is aan! Oh my god, mensen zijn nu al nee! Jullie lucky, waarom kunnen zij nu al finishen, jongen, lucky bastards? Ja, hij ging derde zijn, maar iemand bukt een lantaarnpaal omver. Oké, deze doet het wel, oké, fair enough, deze doet het wel. Eerlijk gezegd. Ik vind het gewoon een goede race, maar jammer dat hij niet altijd doet. Jongen, ik sta fucking, ik ga DNF krijgen, maar... Dat is goed. Kunnen we een keer lachen. Helaas kan ik daar ook niks aan veranderen. Even wachten met finish, alsjeblieft. Ik heb nog 11 checkpoints. Maar de rest werkt wel goed, ouwe, tot nu toe. Alleen die eerste zat ik gewoon helemaal vast. Ik vind het wel fijn. Het is heel wisselvallig welke werkt. Oh, we krijgen een brief van Peppy Gamer. Hij zegt als we de 5000 likes halen, zou ik dat awesome vinden. Ja, nou, je zat Ryan ook al in gedachten. Ja, ja, Ryan had ook al 5000 likes in gedachten. Oh my god. Jan, wat doe je? Ja, sorry, ik kon hem daar niet meer terugsturen. Ja, nou, gewoon de bocht. Moet ik nog ver of niet? Nee, gewoon het blokje rondgaan. Ik vind het wel een dope race. Alleen, ja, dat begint dat. Hij werkte de hele tijd niet, jongen. Hier is de finish. Maxime kan hem ook niet halen. Kan ik hem nog halen? Waar? Ik denk... Nee. Maxime. Jawel. Ja, ik kan finishen. Nee. Hoe ver moet ik nog? Ja, hier nog naar rechts. En dan nog... Ja, jawel, Jan, dat haal je nog. Ja? Kijk maar. Ja. Oh, hier beast mode, jongen. Easy. Hoi, Mika. Fuck, ik reed naast. Easy. Ik kan niet door dat ik ernaast reed. Oh ja, je had hem, niks aan de hand. Ik moet zeggen, ik vind, als het gewoon in één keer werkt, is het super vet. Alleen dat beginnetje werkt gewoon niet bij mij. Nee, dus ik zat maar de hele tijd bij iedereen. Bij mij, ja, nee, klopt. Weet je niet. Ik, wat voor cijfer geef jij Maarten? 7. Een 7. Wat voor cijfer geef jij hem, Ryan? 7,8. Zo, wat voor cijfer geef jij hem, Mika? 6. 6, ik geef hem een... Ik geef hem gewoon een mooi zeventje. Ik vind die stukken die erna kwamen namelijk wel vet. Alleen, dat begin werkte gewoon bij mij niet. Bij mij werkte alles. Ja, nou, daarom heb je ook wel een cijfer. Dus. Het was in ieder geval wel een coole race. Dus ik zeg op naar... Daar zijn we dan bij de tweede race. Dit is een prachtige, minder dan 1 mijl lange troll race. Dus hij is super kort, maar ik denk wel moeilijk. Dus we gaan erachter komen. Oh my god, je kwam meteen naar de finish. Pardon, in één keer finish. Bots. Oh.
Is het een doolhof? Oh my god. Oh my god. Ik ga hier gewoon helemaal onderdoor. Ik weet het anders ook niet. Het enige wat ik zie zijn fucking buizen. Ik zie mensen gewoon al dat ze er eens kunnen. Nee, ik rijd gewoon mensen achterna. Mensen rijden in een paarse buis. Hé, Ryan, jongen. Ben je achter mij? Ja. Kom, wij kennen mensen, deze kom Ryan, wij gaan samen rijden. What the fuck? Jan, ik rijd bij jou. Ja, ik weet niet of je naartoe moet, hoor. Ben je rechts? Nee, ik ook niet. Ah ja, hier. Ik weet echt niet of ik goed rijd, maar ik ben gewoon een beetje wat doms aan het doen. Je kan dus, gaat gewoon in één keer rechtstreeks naar de finish toe, hè, dit. Oh my god. Klopt, maar dus als je één keer vast zit of zo en je bent er bijna, dan is het gelijk een dikke rit. Ik denk dat het is. Hoe ben je daar verder gegaan? Oh fuck, ik kom in het water! Ik ben in het water gekomen. Oh shit, ja, nog iemand met me mee. Iemand volgde mij en die kwam ook plos in het water terecht. Dik. Ik ga mijn Rijn achterna. Ja jongens, ik ga boven dat glas werken. Ik ben je ook met mijn Rijn, ik ook. Hey Maarten. Hey lekker Mieke, ik zie jou. Hebben jullie al een idee, jongens? Nee man, ik zit echt... Ik ben hier gewoon uitgesprongen. Ik ga er ook uitspringen. Nee, het water. Ik ben nu een zwarte. Wat, ik ben mijn wolrijd ofzo. Of wat, waar ben ik nou? Dat is echt ook de enige persoon die dat kan, en Maarten. Hou je man. Moet je niet gewoon naar achter rijden ofzo? Ik ben nu... Waar ben ik nou dan? Mika, ben jij dit? Oh, ik ben op de grond. Op de grond, maar... Kan je niet op die boot... Wacht, ik ben sowieso achter nu... Ik ben sowieso achter dat witte jongens, ding je moet gewoon naar achter rijden. Je moet gewoon naar achter rijden. Nee, serieus? Ja, wel, Rinspan, maar hier, kom maar. Ik laat je zien. Nee, ik geloof je niet. Ik ben helemaal aan het doorrijden. Ik via... Ik zie de finish nu al voor me. Echt? Ja. Dus gewoon wacht, naar achteruit rijden. Hé Jan, ik was bij jou. Ja, dat was ik ook, ja. Maar ik hoor nu dat we achteruit rijden helemaal? Ja. Wat? Ja. Helemaal achteruit. Waarom zie ik hier dan een rem? Oh, ik reed het water in. Waarom zie ik hier dan een rem? Je hoeft... Ik weet niet, ik lulde maar wat. Ja, en over het water... Are you fucking kidding me? Jij kut lulde je vet! Fucking, ik was super ver net, hè! Oh, oh man! Yeah. Ja, nu ben ik gewoon... Nu ben ik in een troll race in een troll gestrapt. Dat is wel echt... spectaculair, ja. Ik ben er nog niet. Oh, fuck. Hey, wacht. Ben jij via de route gegaan waar ik... Ik zie het al! De route waar ik was... Ja? En, dan... Heb je daar... Kan je zo door een... soort auto... Ja, nee, auto is het niet, maar zo'n achterkant van een vrachtwagen. Over het water springen. Ja? Waar ik net al was? Ja, daar. En dan... Langs die witte muur dus. Jan, okay, op de grond zijn er allemaal stunts. Ja, hey, ik vind alles goed, maar... Ik denk dat je gewoon naar beneden moet springen. Ja, want ik ga nu sowieso deze buizen, dan ben ik ook op de grond. Ik doe het even op een moeilijke manier. En, oh nee, mensen zijn me gevolgd. Laat mij eerste worden. Laat mij eerste worden. Huh? Niet opploffen! Oh, you fucking kidding me! Ah, kut! Weet je, ik pak die buizen hier links, waar man. Waar ben je? Die wit... Ik pak gewoon die witte buizen hier. Abo, de witte buis moet je naar beneden springen, denk ik. Ik had toch ook gewoon op het dak? Ja, oh! Ik weet het niet, man. Nu zo? Oh my god, ik sta naast de finish, maar ik zit vast. Iemand is gefinished. Oh nee. Ja, waarschijnlijk die gast. Was die gast die me gevolgd was. Ja, ik ben tweede. Wauw. Bullshit. Fuck. Nee, kidding. Ik heb hem bijna. Hoe kan ik hier nou weer komen? Mika, help mij. Are you fucking kidding me? Kut zo, jongen. Shit, man. Kijk, waar moet je naartoe, je weer, Mika? Oh, wie Mika, moet ik waar helpen? Moet je naartoe? Ja, ons. Nee, we gaan bij de start. Moet mij helpen. Oh, nee, Jan helpen. Nee, wacht, ik waar ben jij? Maarten, kom eens naar mij. Kom naar mij. Ik respawn. Oké, ik ga hier wachten, want nu weet ik het ook niet meer. Jan? Ja? Waar ben je nu? Ja, aan het begin rechts. Bij de start. Echt hoor. Ja, hier naar die witte buis. Nee, hier achter. Hey Jan. Wat doe je? Je moet er niet in. Nee, hier is... Wacht, je kan toch ook gewoon hierop? Dit deed ik net. Ja, op dat dak. Dat mag ook. Kijk. Ja, dat deed ik net. Spring gewoon dat je op de grond bent. Dat bedoel ik. Oh, gewoon op de grond. Ja, op de grond. Gewoon op de grond, Maarten. Dat is ook gewoon dat je waar je net was, Jan. Daar moet je even zijn. Auw. Kan ik op de grond komen? Nee. Oké, wacht, ik rij wel gewoon door. Je kunt ik kom niet op de grond. Nee, ik ook niet, maar ik ga via de zwarte buis proberen even uit te springen. Ja, dat is kut, want er staat maar wie kan het? Er zijn verschillende manieren, hè. Hoppa, ik ben op de grond. Oh, fuck. Ja. Ja, nee, ben Jan, volg me. Is wat ik gewoon ga zeggen? Volg wat ik ga zeggen. Ja, ik volg wel. Hier kom ik.
Ja, rechts weet ik niet. Maar ik was naar links. Ik moet gewoon op de grond komen, dat is alles. Jan, waar ben je nog steeds? Ga even naar de grond en dan kan ik ben nu weer bij de spawn, man. Breng je gewoon af, gewoon af. Hier, wacht. Maar ik moet niet in het water komen. Oké, ik ben op de grond. En Jan, waar ben je heel goed? Wacht, net was ik hier ook al helemaal last. Dus je kan hier gewoon langs crossen zo. Ja. Ja? Zo, ja, dan kan je hier. Wat de fuck, ik heb zo'n beeld ineens. Even kijken, dan moet je hier helemaal heen. Hier was ik net. Wacht, ik weet het al waar. Je moet via die halve vrachtwagen, dan moet je naar de andere kant van het water springen. Ja. Maar ik ineens heb een soort beeld, dus ik zie een. Nu wel. Dan moet je even iemand anders spectaten. Nee, nu. Spectate, ik weet. Ja, via hier was ik ook gereden. Ja en dan rechtdoor, hier. En die, hè? Ja, hier. Ja, dat dacht ik al. Niet te ver, en hier heb je dan die ramp. Oh. Waarheen? Naar rechts. Achter. Oh, rechts. Ik ga veel staan. Zie je die ramp? Ja? Ja, daar moet je op. Gewoon rijden. Hard of zacht? Rij maar hard. Ja, dat weet ik niet. Hoi Maarten. Ik heb opgefokt. Oh my god, ik reed ernaast. Ja, dat je hier landt, ja. Ja. Hier ga je via die weg. Via die weg. Wacht, waar? Links. Via die treinwegen. Oh ja. Ja, links. Gewoon afrijden. Rij maar af. Wacht. Door. Rij maar. Ja, ik ben bang, hier naar rechts. Waar zijn die treinwegen? Hier tussendoor. Ja. What the fuck? Jan, where are you? Rij nu richting de finish. En hier is de finish. Nee, hier nog op. Oh, je moet daar overheen. Links. What the fuck? Jan, oh, Magic Mike heeft hem. Jij? Oh! Waar is Jan? Dit. Ja. Mika. Dan is het water in gereden. Ja, ik ben het water in gereden. Kak man! Ik ben er helemaal naartoe gereden! Volgens mij heb ik hem gefaald. Fuck jongen, ja, ik heb hem ook gefaald. Wacht, nu weet ik het wel. Ah, oh, kak, je zit daar opeens water. Shit, zooi. Wie was er eigenlijk? Hoe was je er net? Roan. Via rechts ben ik gegaan. Roan was eerste, ja. Oh ja, ik stom mee, jongen. Dit is wel echt een goede troll, deze ouders. Er zit niet eens één checkpoint of zo, jongen. Oh, mijn god. Ja. Oké, zo. Ja. Ook het aangereden. Jij hebt toch niet door die vrachtwagen of niet? Jan, ik ben je nu alweer kwijt. Nee, gewoon helemaal langs die muur rijden en dan naar rechts. Oh ja. Maar er zijn meerdere mogelijkheden. Je kan hem op meerdere manieren halen. Ja. Je kan hem op meerdere manieren halen. Heb je gefaald? Ja, ik knal tegen een hek aan. Dus. Oh, lekker. Ik ook. Domme finish. Zo. Hoeveel mensen zijn al gefinished? 4 of 5. 5. Oh. No stress. Oh, kut. Lekker bezig, ik ben een beetje gecrashed, Maarten. Echt? Waar ben je? Wie zit mij te volgen hier? Die ramp. Waar zijn nu? Ik ben ook bij die ramp. Jan, ik zie je. Oh. Zo al die fucking dingen daar. Oh, holy shit. Oh. Kijk, hier moest je zo hard gaan, Mika? Ja, hard. Dat is niet erg. En dan? Maar volgens mij, hè, kan je ook gewoon via rechts doen, Mika. Ik vond die links best. Waar moet ik nu heen? Want anders rijken, kijk maar, via rechts kan het ook gewoon. Je Mika. Moet in die silo komen. Ja. Wacht. Waar moet ik heen? Ja, via hier kan het waarschijnlijk. Zo toch? Ja. Oh ja, zo, kijk hier. Tada, ik ben er. Ik was er net mee. Yay. Ja, ik wou het eerst via rechts. Toen dacht ik, ik geloof Mika wel. En toen reed ik fucking vol het water. Waar moet ik heen? Ja, je moet gewoon, wacht, waar ben jij nu? Ja, echt onder die silo of zo. Onder die silo. Nou ja, dan moet je gewoon oprijden. Je moet gewoon die muur oprijden. Ryan, wil jij hem ook nog halen? Nee. Huh? Waar de fuck is Ryan? Waar ben jij, Ryan? Huh? Ja. Oh, je zit aan de verkeerde kant van de muur! Nee, de trein komt, rechts. De trein zit aan de verkeerde kant. Je zit aan de verkeerde kant. Dat is niet erg, maar. Ben ik langs daar? Ja. Ryan zit aan de verkeerde kant van de muur. Wacht. Jan. Oh, wat een beest. Als Ryan ik vergeet je niet meer, man. Ja. Maarten, rijd gewoon eens weg. Volgens mij zijn er echt super veel mogelijkheden om te komen, jongen. Oké, laat maar zetten. Oh. Maar dit was denk ik wel een van de snelste, als ik het zo zie. Maar ja, ik moet. Maar waar ben jij dan nu, Maarten? Ja, ik weet niet. Is hieronder. Nee, Maarten, rijd gewoon rechtdoor. Hier weg. Gewoon hier. Rechtdoor. Ja, hier naar links. Auw. Ja, nee, gewoon weer naar rechts. Ja, hier moet je. Ja, gewoon even dat hek wegbeuken. Ja, gewoon even wegbeuken. Ja, gaat lekker. Weg. Ja hoor. Oh, super. Ja, toppie. En dan hier naar rechts. Ja. Naar rechts. En dan hier naar rechts. Kijk uit, naar rechts. Naar rechts. Oh, naar rechts. Ja. Hé, wacht, hier is ook een jump of wat? Ja, er zit ook een jump. Hier zie je die markkraams. Hier rechts.
Daarvoor heb ik het via de. Zie je die markkruipers? Daar rij je omheen gewoon naar boven. Deze en meteen naar links daar? Sturen. Ja. Nee, hier, hier, gewoon hier. Rij naar boven en dan stuur je om die markkruipers heen meteen naar links. Oh, oh oké, de onderdoor kan ook. Ja. Oké, de onderdoor kon niet. Als ik nu vast zit, weet je hoe boven. Nee. Ja! Ja! Oh. Ja hoor! Yeah! In. Heb je hem? Yes! Yes! Nou, Ryan die duurt denk ik nog wel even voordat hij me heeft. Ik vond het een leuke trollrace, jongens. Ik ook. Ja. Ik, of puur gewoon, want er waren ook helemaal geen checkpoints. Je moet gewoon, je rijdt gewoon in één keer naar de finish doen. Ja, als je één keer faalde, was je gewoon de lul. En sommige mensen zitten echt in rare plekken, jongen. Ik weet niet hoe ze daar überhaupt zijn gekomen. Ik ga Ryan respecten. Maar mensen zitten ook in die hangaren en al. Holy ja, fuck. Klopt, even kijken. Mika, wat voor cijfer geef jij? Was als eerst gefinished? Een 7,7. 7,7. Wat voor cijfer geef jij, Maarten? Een 8. Een 8. Ryan, ik weet niet waar je bent, maar wat voor cijfer geef jij? Oh, Ryan is geliefd. Nou, dan ben ik... ik weet niet wat voor cijfer je hem geeft. Ik geef hem een... Ja, zegt ook niet. Ik geef hem ook... ik geef hem een 7,9, ja? 7,9. Dat vind ik wel een mooi cijfertje. Dus wat we gaan doen, jongens, is we gaan door naar de allerlaatste race. Race nummertje 3. En ja, ik weet niet wat dat voor race is, maar dit was in ieder geval wel een goede trollrace. Dat, ik vind hem cool. Zeker waar. Dus op... En dan laatste race. Daar zijn we dan jongens in natuurlijk de derde en laatste race. Er stond in deze race dat je sowieso een Osiris moet hebben. Alleen dat de stunt maar 80% van de tijd werkt. Dus dit is niet een volledig goede stunt. En de eerste race hadden we ook al een beetje struggles. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Maar daar gaan we vanzelf achter komen. Je moest in ieder geval een Osiris hebben. En ja, oh. Dus ik ben benieuwd. Hier naar rechts jongens, kijk uit. Dat is een kutbocht. Heel veel mensen rijden dat... door. Wat de fuck? Ja, heel veel mensen. Ja, ik wou net zeggen, joh. Heel veel mensen rijden in één keer rechtdoor, joh. Nee, dit checkpoint was ook niet zo goed. Als jij dit had gezegd, hoor. Nou, ik was geen last van. Ik zag hem op mijn minimap dat het ding gewoon rechts zat. Sommige checkpoints. Was... Holy shit, kijk die wall rijdt daar voor je. What the fuck. What the oh. Ja, wat doe je? Oh, bij mij reden vandaan. Niks aan de hand, niks aan de hand. Wat de fuck reden je aan gedaan? Is het teleportje Ik ging helemaal goed, jongen. Oké, die wallride is wel best wel... Oh kut, haal ik dit? Lekker man. Die wallride is best wel dun, man. Mika, wat doe je? Oké, het platform haal je in ieder geval goed. Het is goed gemaakt, jongen. Dan gaan we weer een stunt, denk ik. Don't worry about me, bro. Dan gaan we. Doet hij het. Bij mij doet hij het. Bij mij doet hij het. Ja, bij mij ook. Oké, dit is best wel... Oh nee, het valt wel mee hoe dun... Oh nee. Oh fuck. Ik zit oh, you fucking kidding me, jongen. Ik dacht, oh, een chille wallride. En in één keer wordt hij 30.000 keer zo dun, jongen. Ik maak het niet achter je. Oké, lekker. We gaan het samen halen, ik voel het. Jee, nu sta ik 30. Never mind. Oké, ik heb hem. Wordt hij daar nog een keer dun, Mika, of niet? Nee. Daarna is het helemaal niks meer. Oh, oh nee, chill. Oh, chill. Het is alleen een kleine stukje. Jee, Mikey's first place. Ik sta 12e, holy shit, daar zijn mensen wel lekker bezig. As usual. Ja, dat is ook oh, die vent die hebben een mooie landing. Lekker bezig, Nick. Of Mick, sorry. Mick. M. Je krijgt allemaal haar. M van Mick. Als op dit wordt boos op, weet je, ik weet het ook niet. Ja, ik zou boos worden, moest je met Nick. Deze landing. Wat een kutnaam. Ja, maar jij toch, Akim. Ik heet toch Akim? Ik heet Bird, jongen, wat ga je zeggen? Wat Akim? Wat ga je zeggen? Wat ga je zeggen tegen mijn broer? Ryan, leef je nog? Komt er nog een stunt, of niet? Nee, precies. Ik ben een zombie. Ryan moet zijn internetrekening een keertje gaan betalen. Nee. Maar weet je wat, in België heb je toch ook een Ryan? Wat? Of, ik weet niet of je dat nog steeds hebt. Dan heb je toch ook gewoon internet thuis? En dan heb je toch ook een. Kan je toch ook zeggen dat je zeg maar 50 gig per maand of zo hebt? Of is dat niet waar jij woont? Dat is wel heel weinig, though. I don't know. Ja, maar zoiets was het. Want dat was met mensen uit België die. Dan zeggen ze ja, mijn internet is op. Gewoon op een computer, gewoon thuis. Maar hoe kan je internet opstreken? Ja, dat weet ik niet. Dan heb je gewoon 50 gig in de maand of zo. Gewoon thuisnetwerk of iets. Maar ik speel dan altijd dat. Net zoals je dat op je mobiel hebt, alleen dan heb je dat gewoon op je computer en shit. Ik snap het zelf ook nooit, maar. Oh, internet heb je in andere landen heb je dat ook. Maar ik zet altijd op mijn wifi. Ja, maar dat. Ja, ik vlieg er straks waarschijnlijk uit, want ik hoor jullie echt laggend. Nou, je moet ook je internetrekening betalen, Maarten. Ik ben veel te lui om mijn kabel aan te leggen. Hé hey, joh, dat is niet erg, hè? Hé, hey, hij zei wel dat de stunt 80% van de tijd werkt, maar bij mij doet hij het gewoon. Ja, bij mij ook. Bij mij, ik ga er nu weer heen. Oh nee, kut, ik ga weer van een kleine klote randje af, man. Twee keer, hè? Shit, lekker. Waarom ben ik zo slecht? Dat was beter van je verwacht, ja. Oké, okay, ik ga nu die flip in. Kijk of die het doet. Bij mij deed hij het, twee keer. Bij mij ook. Prima. Oké, okay, ik ben ook weer op dat walrijdstukje voorbij. Nice. Ik ga nu... Gaan we hier nog even naar beneden. De walrijd op. Hoppa. Zo, ik lig 9e, man. Nou, oké, okay, dat is op zich nog wel lekker, moet ik zeggen. Ik krijg de eerste.
Ik klik eerst. Huh? Ga je zeggen? Oh, tegen mijn bloem. Hey jongen, ik zweer het je, als je echt op je kentekenlamp bij dat soort landingen, dan gaat het echt gewoon beter, jongen. Je kentekenlamp? Ja, zeg maar je hele auto gewoon helemaal naar achter laten draaien of zo. Oh, naar achter. Snap je? Dat je helemaal op je kontje van je auto landt. Dan kom je altijd goed uit volgens mij. Maar ik durf het eigenlijk nooit, maar. Vaak wel. Ik kom die walrus niet meer op. Ik weet niet wat ik echt heb, maar. Lekker, ik vind het zo heel lekker. Oh, iemand stuurt een bericht naar mij en zegt: ik geef deze race een 7,7. Nou ja, ik vind het eigenlijk wel een coole race. Hij is niet te moeilijk, niet te makkelijk. Dankjewel, Lars. Ik geef hem een 9. Je hebt niet eens meegedaan, Ryan. Even kijken, Mika, wat voor cijfer geef jij? Want ik ben ook al gefinished. Ik geef hem een 8,3. Dat was wel een goede race. Wat voor cijfer geef jij, Maarten? 8,125. 8,125, dat was afgerond door 8,1. Ik geef hem gewoon een 8,5. Ik vond het een goede race. Ik vind het ook wel leuk, die walrijd is zeg maar. Hij is niet te moeilijk, maar hij is ook niet te makkelijk, doordat dat kleine stukje erin zit. Dat vind ik. Ja, dan heb je wel een DNF. En dat vind ik wel leuk. En die flip die werkt gewoon altijd eigenlijk. Dus ja, ik geef een 8,5. Leuke race. Ook nog een beetje grondracen. Zeker waar. Dat sprongetje aan het begin komt ook perfect uit eigenlijk. Beam! Turtle Slide. Ja, goeie race. Eigenlijk gewoon weer 3. Alleen aan het begin zat ik een beetje te struggelen. Helemaal de eerste race natuurlijk, maar dat is niet erg. Maar weer goede races. Dus blijf ze lekker maken, jongens. Sowieso allemaal natuurlijk bedankt voor het kijken, want we hebben weer 3 mooie races gedaan. Als je nou wil zien, vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal voor meer GTA. Check natuurlijk ook Mieke uit. Check natuurlijk ook Ryan uit. Check natuurlijk ook de enige echte one and only Maarten uit. En dan zeg ik, bedankt voor het kijken. Blijf de races maken. Zorg ervoor dat de jarenrace in de titel, beschrijving of tekst staat. Maak leuke originele races. Van alles en nog wat. Elk soort races is welkom. En wie weet gaan we jouw race wel racen. En dan geven wij hem een mooi, prachtig cijfer. Duimpje omhoog. Dus bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei. Bye bye. Bye bye.